Hij staat er helemaal bij te glunderen. Ja, het is een mooie dag, denk ik, hè? Kijk, weet je wat het bijzonder is? Feest vieren, dat kan iedereen. Maar 14.000 tot 15.000 man, die staan er ook en die zijn er ook als het tegen zit. En de afgelopen 2 jaar, 3 jaar, en dat begrijpt iedereen die voor NAC is, zijn al die mensen hier ook geweest. En dat is wat dit feest zo bijzonder maakt. Niet het feest vieren, maar ook het samen verdriet hebben. En altijd achter die club blijven staan. Dat is uniek en dat is NAC. En daarom ben ik zo ongelooflijk trots om hier nu te staan. En ben ik zo ongelooflijk blij. Dat kan ik echt niet beschrijven. Echt geweldig. Jij zegt, we waren er in slechte tijden. Nu genieten we ook van de goede tijden. Ja, heerlijk. Dit is toch... Ja, ik bedoel, een kampioensfeest in Alkmaar, ik noem maar een club, dat wordt niet eens zo gevierd als een promotie in Breda. Dat is gewoon, dat is ongekend, dat is uniek. En ik weet zeker ook, ik woon zelf in Tilburg. O jee! Ja, nou ja, kijk, ik woon en werk en ik studeer in Tilburg. En ik weet zeker, al die mensen daar, die vinden het ook alleen maar schitterend dat deze derby terug is. Want NAC leeft, NAC is een club, NAC is, ja, NAC is van de mensen. En dat is geweldig. Geniet ervan! Dankjewel, dankjewel.